Hallo en welkom bij weer een nieuwe kennisclip Radiologie. Vandaag gaan we het hebben over CT en MRI van het brein. Zoals gezegd, we gaan het hebben over de CT. We gaan iets vertellen over techniek, zodat we de plaatjes beter kunnen begrijpen. Ook iets over de techniek van de MRI. Daar ontkomen we niet aan, het is een ingewikkeld apparaat. En tot slot gaan we het hebben over hoe we keuze kunnen maken welke modaliteit we gaan gebruiken om plaatjes te maken. Maar zoals gezegd, eerst de CT. Naast mij staat de Force CT-scanner. Heel geavanceerd apparaat. Maar de techniek erachter is eigenlijk heel simpel. Het is een apparaat wat röntgenstralen gebruikt. En dat maakt alleen heel veel foto's rondom de patiënt. En daar kan dan een 3D-plaatje van worden gegenereerd. Maar de techniek is hetzelfde. De röntgenstralen worden namelijk door het weefsel tegengehouden. Dat noemen we verzwakking. En de dichtheid van het weefsel bepaalt de mate van verzwakking. En dat geeft een bepaalde grijswaarde in het plaatje. Nou, die grijswaardes worden in CT-land Hounsfield units genoemd. Vernoemd naar de ontdekker van de CT-scan. En dat levert dan dit plaatje op. Een aantal gebieden zie je heel hyperdens. Dat hebben dus hele hoge Hounsfield units. Een aantal gebieden zijn heel hypodens. Als we dan ietsje beter gaan kijken naar die Hounsfield units, dan is er een vrij brede range van zo ongeveer 3000 Hounsfield units. Met aan de rechterkant van het spectrum hier, corticaal bot heeft een hele hoge densiteit, geeft dus heel veel verzwakking. Daardoor heeft het een hele hoge Hounsfield unit en dan zien we dat als een heel hyperdense structuur op een CT-plaatje. Aan de andere kant van het spectrum zien we lucht, geeft bijna geen verzwakking van röntgenstralen, heeft dus een hele lage HU en wordt daardoor heel hypodens in het plaatje. En alle weefsels die daar tussenin zitten zijn bijvoorbeeld liquor met een HU van 0, zoals elk soort vocht in het lichaam. Parenchym, grijze en witte stof zit ongeveer rond de 30 en bloed rond de 70. En je ziet nu al dat die densiteiten, die Hounsfield units, die zitten veel dichter bij elkaar dan bot en lucht van elkaar afzitten. Verder is het van belang dat wij niet 3000 verschillende grijswaardes kunnen waarnemen, maar dat ons oog daar veel minder eigenlijk kan zien. Maar daar kunnen we gebruik van maken. Als we kijken naar dit plaatje, dan zien we bovenin dat we best goed hersenparenchym kunnen zien en het bloed. En het bot wordt eigenlijk één grote, felle, hyperdense structuur. Terwijl het plaatje daaronder kunnen we densiteiten in het bot en daardoor ook de fractuur, dat is die hypo-intense lijn die we hier zien, kunnen we veel beter zien. Hoe komt dat? Omdat we tegen de computer hebben gezegd dat we alleen die densiteiten, die hoge HU's, die willen we wat beter uitkristalliseren. Dus de grijswaardes worden verdeeld over de plus 500 tot 2000 Hounsfield units. En alles wat daaronder zit wordt gewoon heel hypodens afgebeeld. En dat zie je ook in het plaatje hiernaast. Zo is er ook een luchtsetting, een longsetting of een wekendelensetting. En zo heb je ook een setting voor in het brein, waardoor je wat beter naar het verschil tussen grijze en witte stof kan kijken. Nou, dat kan je dus van tevoren bepalen. Oké, gaan we naar standaard CT hersenen kijken. Een beetje in die parenchymsetting, in de hersenen setting. Het is een patiënt met pijn in het hoofd. We hebben geen andere informatie. En laten we eens even gaan kijken. Een CT hersenen, we hebben geen onderzoek ter vergelijking. Dat is natuurlijk altijd handig. Scrollen we er eens eventjes doorheen. Ja, we hebben een klein beetje een indruk gehad. Nou, dan zien we hier helemaal craniaal, zien we een hyperdensiteit in de gyrus precentralis. Dit is de sulcus centralis die we bij de zet zien. Dus dit is nog in de lobus frontalis. Het ligt een beetje naast de midline, dus parafalsien. Dus we zien een bloeding links hoogfrontaal parafalsien. Je ziet dat er geen massawerking van de bloeding is op het omliggende weefsel. Kunnen we eventjes wat beter hier kijken. Dus geen midline shift, we hebben dus geen sprake van herniatie, dus heel acuut is het niet, hoef je niet de neurochirurg te bellen. Nou, dan kijken we naar de rest van de scan. We zien hier al gelijk het ventrikelsysteem. Twee slanke laterale ventrikels, die liggen ook mooi in de midline. Dan is het altijd goed om daarna ook wat meer naar bazaal te gaan. Dan zien we hier de basale cisterne. Hier zien we ook liquordensiteit. Daar ziet het ook normaal uit. Dus genoeg ruimte rondom de hersenstam. Nou, nu we toch daar beneden zijn, kunnen we gelijk in de achterste schedelgroeven kijken. We zien hier ook een normale grijs-witte stofdifferentiatie van het cerebellum. Nou, dan kunnen we weer verder naar boven. Dat is hoe wij dus als radiologen door de scan heen gaan. Dan zien we hier de basale kernen, lenskern. Eens even kijken, ik zal hem hier heen scrollen. Nucleus caudatus, dit is de thalamus. Daartussen is de witte stof, die is dus wat grijzer in dit plaatje. En dit is de capsula interna en we zien hier de girering van de opercula bij de insula. Nou, dat ziet er allemaal normaal uit. Nou, tot slot is het altijd goed om nog even naar de wekendelen te kijken, naar het bot. Ik heb geen andere setting nu voor jullie.
We zien dat er veel lucht zit in het mastoïd en het sinus. We zien geen focale hypodensiteit in het bot. Een intraparenchymatose bloeding, links hoogfrontaal paravalsie. Oké, dus hebben we heel basic besproken hoe de CT werkt, namelijk op basis van röntgenstralen. Type weefsel bepaalt de verzwakking van de röntgenstralen en daarmee de Hounsfield units. En daarmee worden sommige structuren, zoals corticaal bot, heel hyperdens en andere weer hypodens. En als de densiteiten te ver uit elkaar liggen, dan kan je met windowing kijken of je de grenswaarden iets beter kan zichtbaar maken. Ik ga hier dus even voorbij aan de CTA en de perfusie, welke allemaal extra tools zijn om te kijken naar de bloedvaten en om te kijken of er een infarct is, zoals in dit plaatje hier rechts occipitaal. Oké, gaan we het hebben over de MRI en daarbij zal ik nogmaals de basics van het apparaat uitleggen. MRI is ook een tunnel of een buis, maar dan veel krapper, want dat is een hele sterke magneet die ervoor zorgt dat alle protonen in het lichaam een bepaalde kant op worden gericht, namelijk het magneetveld. Dat is niet één strakke richting, maar dat is meer een soort tol die een bepaalde kant op draait, net zoals de tol hier in Inception. En die tol heeft daardoor een verticale component en een transversale component, zoals je ziet. Nou, al die protonen bij elkaar, die hebben met z'n allen bij elkaar opgeteld een richting een bepaalde kant op. Maar je ziet dat sommige ook precies tegenovergesteld zijn. Dus er is een netto-magnetisatie in de B0, in de richting van het B0 vlak. Maar die transversale component, die is volledig random als je alle protonen bij elkaar optelt. En de magnetisatie in het transversale vlak is dan dus ook nul. Oké, dan starten we met een sequentie. Dus we geven een RF-puls en dan zie je dat de netto-magnetisatie van alle protonen, die wordt 90 graden omgeklapt. En als we de RF-puls dan uitzetten, dan zal die netto-magnetisatie zich langzaam herstellen. Je ziet hiernaast dat er een grafiek begint te lopen en die kijkt eigenlijk naar die netto-magnetisatie over die z-as. En je ziet dat die heel langzaam weer teruggaat naar zo'n 100%. Dat noemen we T1-relaxatie. En elk weefsel heeft een eigen tijd voor T1-relaxatie, heeft een eigen T1-curve. Gaan we eens kijken in een filmpje hoe dat eruit ziet. We starten bij het moment vlak na de RF-puls. Dus de netto-magnetisatie staat op de y-as. En heel langzaam gaat die weer terug naar de normale netto-magnetisatie, namelijk die in het B0-vlak. Je ziet hier de tijd en dit is de T1-relaxatietijd van dit blokje weefsel. En hoe korter die tijd is, hoe witter, hoe hyperintenser dat wordt in het plaatje. En van elk weefsel kennen we de T1-tijd. Vet en bloed hebben een hele korte T1-tijd en die hebben dus ook een hoge signaalintensiteit. Die worden heel wit in het T1-plaatje. Als we dus kijken naar deze twee grafieken, zien we dus een weefsel hier met een korte T1-tijd en een weefsel met een lange T1-tijd. Nou, wat voor een Dat wordt dus heel hypo-intens in het plaatje. Welk weefsel is dat? Nou, bijvoorbeeld dus lucht of kalk, maar ook bijvoorbeeld vocht. Nu we weten wat T1-relaxatietijd is, kunnen we kijken naar de T2-relaxatietijd. We weten nog van het begin dat de netto-magnetisatie van een waterstofproton had dus een verticale component en een transversale component. En we weten ook dat vlak na de RF-puls de netto-magnetisatie vrij groot was in het transversale vlak. Als we dat transversale vlak van bovenaf bekijken, dan zien we dat er vlak na die RF-puls dus een vrij grote netto-magnetisatie is in dit vlak. En dat komt omdat alle waterstofprotonen op dat moment precies op hetzelfde moment in dezelfde fase aan het tollen zijn. Maar door willekeurige bewegingen neemt dat heel snel af. En je zal dus ook zien dat over de tijd die netto-magnetisatie die zij met z'n allen opleveren heel snel afneemt. De afname van die netto-magnetisatie, dat is de T2-relaxatietijd. En elk weefsel heeft ook zijn eigen T2-tijd, zijn eigen T2-curve. En hoe langer die curve is, hoe hyperintenser weefsel is in een bepaald T2-plaatje. Weefsel met een lange T2-tijd, weefsel met een korte T2-tijd. Op het moment dat we een T2-plaatje maken, zit er veel contrast tussen deze twee weefsels. En dit weefsel is dus heel hyperintens en dit weefsel is heel hypointens. Dan weten we dus nu wat een T1-relaxatietijd is en een T2-relaxatie. En dat elk weefsel zijn eigen karakteristieken heeft qua T1 en T2-tijd. Kijken we naar deze MRI van de wervelkolom. We kijken eerst naar het linkerplaatje. Dan zien we dat het liquor wat rondom het merg zit, dat is heel hypo-intens. Het vet is heel hyper-intens. Dat zijn karakteristieken die horen bij een T1-plaatje.
Als we naar dit plaatje kijken, zien we dat het vocht heel hyperintens is. Nou, dat zal dus wel een T2 plaatje zijn. Maar eigenlijk zou vet ook hyperintens moeten zijn. Dus hier is ook nog eens een truc uitgehaald. Hier hebben we namelijk het vet onderdrukt. Dit is een T2 met vetonderdrukking, zodat we het vocht extra goed kunnen zien. En zo zijn er meerdere trucs om het vet te onderdrukken, zodat we de andere weefsels en met name pathologie dan beter kunnen waarnemen. Dit is een MRI van de hersenen. Eerste plaatje. Liquor heel hypo-intens. Dat is dus een T1 gewogen serie. Op het tweede plaatje is het liquor heel hyper-intens. Dat is dus een T2 gewogen serie. En we zien nu wat beter dat er een massa zit in de lobus temporalis aan de linkerkant. En de laatste serie is ook een T1 gewogen serie, want het liquor is heel hypo-intens. Maar we zien dat er een ring zit van hyper-intens signaal ter plaatse van die tumor. Ja, dan moeten we eigenlijk eventjes weten wat allemaal T1 hyperintens signaal geeft. En daar valt onder andere ook contrast onder, die verkort de T1-tijd van weefsels. Dus dit is een T1 met contrast. Gaan we terug naar onze patiënt. Er is een MRI gemaakt om de oorzaak van het bloedingsfocus te achterhalen. We hebben dus meerdere series. Allereerst kijken we naar deze T2-serie, want het liquor is heel hyperintens. Dat zien we hier mooi rondom de hersenstam zitten. Kunnen we wat meer naar craniaal, kunnen we heel goed de ventrikelsystemen zien. Je ziet ook dat je het verschil in intensiteit tussen grijze en witte stof veel beter kan zien dan op een CT. Dus de wekendelen contrasten zijn al veel beter op deze serie. Er is nog een serie gemaakt, een flare. Dat is ook een soort T2 met vetonderdrukking, maar dit keer is het vet niet onderdrukt, maar is het signaal van liquor onderdrukt. Waardoor het liquor dus heel hypo-intens wordt en alles wat vocht is in de hersenen, dat blijft dan heel hyper-intens. Nou, dan zie je dus dat er rond die bloeding, daar zit ook een gebiedje van uitheem in de grijze stof en in de witte stof. Kijken we tot slot naar de laatste serie, een T1 vetzet met contrast. We kunnen aan de grote vaten zien dat er contrast inderdaad is toegediend. En dat hebben we gedaan omdat we willen weten of dat focus daar, of dat nog op een bepaalde manier aankleurt, of dat een onderliggende massa zit. Nou, dit is niet reële aankleuring. Dit is al omdat het weefsel daar al een klein beetje hyperintens is vanwege de bloeding. Maar wat je nu wel beter kan zien is dat er posterieur van dat gebiedje zit hier een aankleurende massa in nauwe relatie met de meninge. Tja, in retrospect was die misschien toch ook wel op de CT en op de overige sequenties te zien. Maar op deze serie zie je het toch duidelijk wel het allerbest. Dit betreft een meningioom. Is meer om aan te geven hoeveel beter je al deze structuren op een MRI kan zien dan op de CT. En uiteindelijk bleek dit een bloeding op basis van een hemorragische transformatie van een corticale venen trombose. Gaan we naar de volgende patiënt. Die heeft ook een bloeding. En daar wilden we ook van weten wat de onderliggende oorzaak daarvan was. Als we naar deze T2-sequentie kijken, dan zien we al dat er heel veel verschillende intensiteiten zitten, terwijl het eigenlijk op de CT één bolkje van hyperdens materiaal was. Dan hebben we de flare, waar we dus het liquor-signaal hebben onderdrukt. En we zien dus dat er wat uitheem zit periventriculair, maar ook wat vochtsignaal eigenlijk in het gebiedje zelf. Maar er zit ook een soort van spiegel in. Dan hebben we nog een ADC gemaakt. Dat is een van de series die samen met diffusie kijkt naar of er diffusierestrictie is in weefsel. Een mate van hoe dens bepaald weefsel is. Metastase of tumorweefsel is meer dens dan gewone grijs of witte stof. En dan zal het hypo-intens worden op de ADC. En tot slot is er nog contrast gegeven, waarbij er eigenlijk niet heel duidelijke aankleuring werd gezien. Uiteindelijk bleek dit te berusten op een metastase van een longcarcinoom. En daaromheen is toen een bloeding ontstaan. En dat is uiteindelijk die sedimentatie die hier zit. Dus een bloeding in een metastase. Nou, dat had je allemaal niet uit de CT kunnen halen. Oké, dan hebben we in een notendop besproken hoe een MRI werkt. Jullie weten nu wat een T1 en een T2 serie is. Jullie hebben ook gezien dat er nog heel veel andere series zijn, zoals vetonderdrukkingstechnieken, de flare waarbij het liquor wordt onderdrukt, maar ook een ADC die onder andere kijkt naar diffusierestrictie. Met al deze technieken hebben we enorm veel mogelijkheden om verschillende contrasten tussen de onderliggende wekendelen, weefsels, af te beelden. En daardoor kan je dus eigenlijk veel beter heel veel pathologische processen typeren. Wanneer kies je nou voor welk onderzoek? Daar kunnen we in de basis denk ik kort over zijn. Een CT is heel snel gemaakt. Die is dus altijd bedoeld voor de acute setting, waar we een bloeding of een infarct willen aantonen of uitsluiten. En de neurochirurg zo snel mogelijk willen bellen in het geval van inklemming, of zo snel mogelijk trombolyse willen starten als patiënt verdacht wordt voor een infarct. De MRI heeft als voordeel natuurlijk dat het de beste typering heeft van alle pathologische processen die er spelen.
Maar ja, het is een onderzoek wat wat langer duurt en voor de meest acute setting is het daardoor minder geschikt. Daarmee zijn we aan het eind gekomen. Heel veel succes verder met jullie geneeskundeopleiding.